Okay, ladies and gentlemen, we're back. Goed, nou daar zijn we weer hoor. Het wordt weer een feest. Het is altijd zo ongekend. Normaal gesproken ga ik hier zitten en ga ik jou de meest willekeurige shit ooit vertellen. En daar hou ik wel van, maar soms is het tijd voor serieusheid. Begrepen? Duh. En dan vraag je af, Kelvin, wat voor ervaring heb je dan gehad? Nou, ik heb 48 uur lang, van vrijdagavond 6 uur tot zondagavond 6 uur, opgesloten gezeten in één ruimte met nog 7 andere jongeren met één opdracht. En dat was... maken. En dan vraag je al Kelvin, wat maak je dan? Nou, wellicht als je mij kent, dan weet je dat ik film maak. En dat heb ik dan ook gedaan. Oké, ik ga er niet te veel over zeggen, maar wat ik wel ga zeggen is dat Vodafone ons 48 uur heeft gegeven om hun nieuwe commercial te maken. Dat hebben we gedaan en ik ga jou vandaag laten zien hoe we dat hebben gedaan. Of je nou wil of niet, je wil het. Geloof me. Weekend zijn jullie de bron van alle creativiteit. Ik kan beter in bij paswoordjes wachten. Oh ja. Want dat gebeurt namelijk het meeste. Ga gewoon lekker slapen en dan gaan we morgen weer, eigenlijk vandaag, fris aan de slag. Voor stressen, maar met hippies. We gaan onszelf klaarmaken voor de strijd. En meer ga ik niet vertellen. Ik weet namelijk ook niet meer. We gaan nu locaties scouten voor de eerste scène. Ja, het mag zeg maar. Er mag wel benadrukt worden dat er van zekere leeftijd is. Ja, gaat prima. We hebben net het festival gefixt, dus dat is chill. En we moeten nog een terras hebben en we moeten een kledingwinkel hebben. Daar kijk je iets meer op en neer. We zijn net klaar met de opnames bij de bushalte. We hebben een terras kunnen fixen. Dan gaan we daarna meteen door naar een festival. Dat heet Gasper Pleasure. We kunnen in principe met z'n allen gewoon naar binnen. Alleen ik heb 3 backstage watjes voor de mensen die dus met techniek en shit bezig moeten. En dit is gewoon precies onze commercial. Dit doen we gewoon oprecht alle jongens. Deze locatie is een kledingwinkel. We hebben hem vandaag even gefixt voor de opnames. Dat is erg prettig. Ik ben het script even aan het schrijven. Want we hebben in principe alles gefilmd en dat is natuurlijk fantastisch. Maar het script is nog niet eens helemaal af. Camera die loopt. We gaan morgen verder en dan wordt het lastig en dan gaan we gewoon knallen. Maak kans of ga het festival uit. Ik ken nou verschillende ideeën van tekst en zo, hoe gaan we dat allemaal in één brengen? Het is nu 6 uur. 6 uur en de renderknop was exact op 6 uur aangeklikt voor de laatste versie. Ja. Dus we zijn binnen. Ja, neemt u plaats op de banken. Power. Ik wil graag iedereen bedanken die dat weekend zijn nek heeft uitgestoken om het mogelijk te maken. En nou ben jij natuurlijk super benieuwd naar het eindresultaat en daar kan ik jou bij helpen. Ik kan je erbij helpen om dat eindresultaat te kunnen bewonderen, namelijk hier staat het eindresultaat. Mijn stem zit erin, gaat ongeveer zo. Dit zijn wij. Dit zijn wij. Ik kan op een of andere manier kan ik die stem uit de commercial ziek goed nadoen. Nou Kelvin jongen, waarom maak je niet gewoon een Kelvin over 10 dingen die je haat aan kippen? Dat komt volgende week wel weer. Vergeet geen duimpje omhoog te geven voor deze video als je het tof vond. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, want ik ben er natuurlijk elke dinsdag om 4 uur. Speciaal voor jou, dit hoofdje maakt zich dan weer klaar om jou te verblijden met deze looks. Oké, love you. Peace. Ajoy. En dat gebeurt bijvoorbeeld als je hond dood is of als je paard nog leeft. En daarom ga ik je vandaag 10 manieren vertellen hoe je kan huilen. Oh! Ja. Dat is de vliegende pis. Oké, maar even. Oh! Even je bek uit en probeer na te denken. Okay.